Oh, ik kreeg echt een lijpe paniekaanval. Ik heb ze weggeschrikt. Ze zijn gelijk weg. Ze zijn gemeen, ze zijn weg. Dit is gewoon dagwerk. Mevrouw, volle bol. Ik kan niet eens mijn eigen kleding ophouden. Ja, maar... Hier moet ik echt nog even proeven. Hoi allemaal, super leuk dat je kijkt naar weer een nieuwe video. En naar aflevering 2 van Senna heeft een bijbaantje. In deze serie ga ik elke aflevering een dagje ergens werken. In de vorige aflevering ging ik een dagje werken bij de kapper. En vandaag ga ik een dagje werken in een superleuke kledingwinkel. Namelijk in Amsterdam, in een Vincino winkel. Superleuk, dus ik denk dat mijn eigen collectie er ook hangt. Ik ga daar mensen helpen. Ja, geen idee. Ze gaan me allemaal taakjes geven en ik ga daar gewoon een dagje werken. Ik heb er heel veel zin in. Ik hoop jullie ook. Ja, ik ga met de trein heen. Dus ik ga me even helemaal... Nee, ik ben al ready. Ik hoop dat ik de trein haal. Maar ik moet opschieten. Even snel zien wat ik aan heb. Ik heb gewoon mijn Nike schoenen aan. Deze broek is van de Bershka. Shirt is vintage van Maita. Ik heb deze lange jas aan van de Kringloop. Ik weet nou niet zo goed wat ik ervan moet vinden, maar goed. Dit tasje en ik heb even een grote tas met alle camera-spullen en zo. Dus helemaal bepakt tegen... Hoe noem je dat? Bepakt tegen... Bezakt? Bepakt en gezakt. Nee, bepakt en bezakt. Bepakt? Nou, laat maar. We gaan. Godver, mijn telefoon valt ook. Mijn werkdag begint alweer zwaar. Kut, het regent. Dus ik ben nu aan het wachten op mama. Ik was allemaal papieren vergeten en... Ik was dus bij het verkeerde bron uitgestapt. Ja, ik krijg daar gewoon helemaal stress van. Dus ik had echt... Ik kreeg echt een lijpe paniekaanval. Maar ik ben nu aan het wachten op mama. En dan brengt zij me naar heen. En ik heb mijn haar gekamd. Ik moet even een beetje mijn oogjes fixen. Maar goed, dan kan mijn eindelijk mijn werkdag beginnen. Goed, hopelijk. Waar ben ik dan? Ik sta wel vol in de regen. Maar goed, we zijn er bij Vincino. Je ziet het wel. We gaan alle mensen hier helpen. Het is nog niet heel druk, want het regent, maar we gaan lekker een dagje werken. Ik heb ze weggeschrikt. Ze zijn gelijk weg. Ze zijn gemeen, ze zijn weg. Ik ga dus even deze etalage opnieuw, hoe dat, stylen. Even met andere kleertjes, want deze hangen er al een tijdje. Dus we moeten hem eerst... Hoe de fuck doe je dit uit? Oh! Ik kan het haar ophalen. Kijk, of je kan het doen zo. Ja, dan krijg je hem er niet uit. Oh. Aha, tilt hem op en hij is los. There she goes. Oké, broekje uit. Zo. Oh nee, dat kan natuurlijk niet. Het is gewoon dagwerk. Is goed. Oh, die gaat naar mij. Broek. Woehoe. Zo. We gaan hem aankleden met iets van mijn eigen collectie. We moeten wel even kijken. Het moet natuurlijk een hele leuke outfit zijn. We hebben wel een meisje, toch? Ja, oké, gelukkig. Oh, of misschien dat blauwe pakje. Lekker zomer, sowieso. Of zo, deze broek is leuk. Ja, dat is wel leuk. Met zo'n shirtje, dat doen we wel. Oké. Die is wat hulp hoor. Ik snap er helemaal van. Mevrouw, volle bol. Zo, dat is één. Nu komt twee. Oh, trouwens gaat deze veel soepeler. Nou, oké. Okay. Dit staat dus. De broek. Nu gaan we het shirtje aan doen. Ik denk dat deze wel heel leuk is. Even dezelfde maat pakken als de broek. Echt zo'n baspop als je dat ziet staan. Dan denk je nou, lekker easy. Nou, doen we even. Nou. Doen we even. Nou, nee. Dus die doen we even.
Hij staat. Hi. Oh ja. Mooie haren. Nou. Hey, nou, leuk. Het is een beetje een mini-mi. Leuk bijshirtje. Ja, maar... Mijn paspop is dus helemaal klaar. Hij staat er. Bij ook mijn eigen lijn. En ik dacht, misschien is het leuk, want ik heb het niet van thuis aan. Dus ik dacht, misschien is het leuk als ik gewoon helemaal in dezelfde stijl als de paspop ga. Dus dan doe ik ook gewoon zelf dit shirtje aan. Met de broek. Twinning met de paspop. Dus we gaan even opkleden. Waar hou je van? Hou je ook meer van jurkjes of vind je juist lekker broek? Ik denk broek. Broek? Oh, misschien wel leuk. Ja, misschien. Of in een andere kleur. Of in een roze vind. Rood? Ja, dat is een goede broek. Moet ik even jouw maat opnemen? Wat wel meer? 12. 12 ook? Cash, how much is it? 115 and 80 cents. What is your shop? Oh, here, yeah. Here your receipts. And have a nice day. Thank you. Bye. Bye bye. Je moet ik even proeven. Ik praat ook nog eens Engels. Yeah. Good morning! En de bon, alsjeblieft, fijne dag. Dit is echt een hogere wiskunde hoor. Nou jongens, mijn dag als winkelmedewerker in de Vincino winkel zit erop. Ik vond het heel leuk, maar het was wel echt... Ik kreeg even paniek toen ik achter die kassa stond. En ik dacht, oké, toen kwam er ook nog een Engelsman. Yes, dat is €100 alsjeblieft. Maar het was wel heel erg leuk. En laat in de reacties weten waar ik nog meer kan werken als bijbaantje. En ik zie jullie de volgende keer. Doeg!